Dag, dit is Spakenburg nu, de weekendeditie. Met vandaag. Voortgang bouw, tweede fase appartementen, Zuiderzeeboulevard. Dijkwerkzaamheden, Eemdijk. Gesprek, wethouder Heijnen. Botters op de wal. Hoe gaat het met de bouw van de appartementen op de Zuiderzeeboulevard? Inmiddels is begonnen met de voorbereidingen van de tweede fase. Tijd voor een update met Mark Mastenbroek van Wijnen Harderwijk. Mark, wat zien we hiernaast? We zijn hier de startbouw van de 15 appartementen, dus de tweede fase in het plan Zuiderzee wonen in Spakenburg. We zijn gisteren hebben we de betonvloer gestort en we gaan nu bouwen, zodat wij de bewoners die inmiddels allemaal gekocht hebben, in de loop van volgend voorjaar hun sleutel kunnen ontvangen. En is er een verschil tussen de eerste fase? Wij staan nu op de derde verdieping, ja, van een appartement, qua indeling bijvoorbeeld? Nou, de appartementen in de eerste fase waren wat groter dan dat we die in de volgfases hebben. Dus we hebben gewoon gekeken gewoon geluisterd naar de markt, van waar is er vraag naar. De vraag was naar een wat compacter appartement met iets minder woonoppervlak, waardoor ze prijstechnisch gewoon wat gunstiger werden en daardoor gewoon beter verkoopbaar. Dus je zegt volgend voorjaar, dan moet ik denken aan mei, juni, dan zouden de mensen al gewoon hun appartementen kunnen gaan bebouwen, zeg maar. Ja, kunnen ze gaan bewonen in zoverre. Ja, het ligt een beetje aan wat men gekozen heeft van gaan wij hem casco doen of gaan we het compleet opgeleverd door Van Wijnen in ontvangst nemen. Bij de laatste kunnen ze inderdaad ook gelijk gaan wonen. En dan gaan we door naar de derde fase. Hoe staat het daarmee? Nou, die is dit voorjaar in de verkoop gegaan. Ook heel succesvol. Inmiddels 13 van de 14 appartementen verkocht. Dus we hebben er nog eentje vrij. Er loopt wel wat belangstelling omheen. Dus als mensen snel willen schakelen, dan kan dat ook. En die gaan we in januari in aanbouw nemen. Dus als ik goed naar je geluisterd heb, dan zitten in de tweede fase zitten er per verdieping, de eerste drie verdiepingen, zitten er 3 appartementen op 1 verdieping. Is dat in die derde fase ook zo? Moet ik even snel denken. Nou, de tweede fase zijn 4 appartementen per laag. En de derde fase zijn 3 appartementen per laag. En dan uiteindelijk komt fase 4. En die gaat in oktober, half oktober in de verkoop dit jaar. En dat zijn ook weer 4 appartementen per bouwlaag. En worden die gebouwen ook hoger? Want ik dacht van wel. Ja, er komt totaal één laag bovenop. En in de fase 2, dus wat we net zagen, de start. Daar komt bij het laatste appartement, daar komt één laag bij. En uiteindelijk gaat het gebouw erna, dus fase 4, wordt volledig een hele laag hoger. En hoeveel appartementen zijn er dan uiteindelijk? Nou, we hebben het appartementencomplex waar we nu staan heeft 11 appartementen en 3 dijkwoningen. Dan de volgfase is 15 appartementen die nu gebouwd worden. We hebben daarna 14 appartementen die dus in januari in aanbouw genomen worden. Dan gaan we naar 17 appartementen in fase 4. Dat is de ene laatste fase. En fase 5, ja, dat is nog even het onderzoeken van hoe de verkopen lopen, wat we daar gaan doen. Maar de verwachting zal dat om en nabij de 20 appartementen zijn. En hoe loopt het met de verkoop van de derde fase? Nou, de derde fase is wat ik net zei, 13 van de 14 verkocht. Dus dat loopt hartstikke goed. Dat zijn definitieve getekende verkopen. Dus we hebben er nog eentje daarvan van beschikbaar. Dus daarom zijn we ook zo positief gestemd om met fase 4 al in oktober in de verkoop te gaan. Dat heeft wel een enorme wending genomen, hè? Want hier de eerste fase begon zo moeizaam en nu is het bijna het tegenovergestelde. Ja, nou, ik denk dat dat een combinatie is van de markt, vertrouwen, lage rentes. Dat het echt de combinatie is die het succes maakt. En mensen kunnen nu zien dat er dus gebouwd wordt, dat er daadwerkelijk ook dat de wijk vorm krijgt. En ik denk dat dat ook wel een heel belangrijk punt is, dat ze nu de stap durven zetten. Denk je dat er misschien nog iets meer parkeerplaatsen komen? Ik zou het heel graag willen. Maar helaas zijn we gebonden aan ruimte. Want de parkeerkelder wordt straks 1 doorlopende parkeerkelder van fase 1 tot aan fase 5. Ja, daar zijn we gewoon gebonden aan ruimte. En doordat je dus naar een iets kleiner appartement gaat, heb je dus ook meer appartementen, dus meer parkeerplaatsen nodig. En ja, zijn we helaas al gebonden aan hetgeen van wat er nu zit. Maar ik bedoel eigenlijk meer buiten het gebouw ook. Hè? Dat er niet alleen bij de haven, maar ook bijvoorbeeld aan deze kant, dat daar misschien nog wat
parkeerterreintjes komen. Nou ja, goed, we hebben het plan natuurlijk al helemaal uitgewerkt. Er ligt natuurlijk een matenplan onder waar de samenwerking met de gemeente Bunschoten gemaakt is. En een adviesbureau, Evens Advies, wat wij ingehuurd hebben. Nou, daarin staat eigenlijk het hele openbaar gebied al ingetekend. En elke keer als we weer eens een nieuwe fase in de verkoop brengen, zijn we dus aan het kijken naar de parkeerbalans. Om te kijken van, hebben we nog ergens een beetje ruimte om nog wat extra parkeren te maken. En waar dat kan, zullen we dat zeker niet nalaten. Alleen op dit moment zie ik daar nog helaas nog geen mogelijkheden in. Nou, even ter afronding over de watervilla's. Ja. Hoe staat het daarmee? Nou, eigenlijk ook een beetje hetzelfde als met appartementen. Dat geeft ook een nieuwe wending in het hele verhaal. Het nieuwe ontwerp wordt goed opgepakt. Vooruitlopend op het nieuwe ontwerp, wat eigenlijk half september pas in de verkoop gaat, zijn er inmiddels al 4 van verkocht en in aanbouw genomen. En die worden dit najaar, eis en wederdienende, worden die afgemeerd vanuit Urk deze kant op. Dus je bent heel wat van plan van de winter. Hoop je op een strenge winter? Nee, ik hoop absoluut niet op een strenge winter. Want goed, naast de appartementen hebben we natuurlijk ook grondgebonden woningen in het plangebied. Om het plaatje al even compleet te maken. We gaan half november gaan we starten met 6 201 kapwoningen die in de verkoop genomen zijn. Daar zijn er nog een aantal van beschikbaar. En half september gaan we in de verkoop met de laatste fase rijwoningen in het plan. Dus die zitten er ook aan te komen. En dat zijn er 17 in totaal. En die gaan we in 2 fasen, fase van 8 en de fase van 9, in de verkoop brengen. Dus die hopen we ook dan te kunnen gaan starten. En dan hopen we inderdaad toch wat achterstand wat in te kunnen halen. Om het plan dan toch eindelijk compleet te gaan maken. Dus de vlaggen van Van Wijnen, die zien we voorlopig nog wel even wapperen hier in het dorp? Die blijven voorlopig nog wel wapperen hier in het dorp, absoluut. Dankjewel. Graag gedaan. Judith Poort heeft meegedaan aan een selfie-actie van drinkwaterbedrijf Vitens. En zo voor onze gemeente een openbaar tappunt voor drinkwater gewonnen, versierd met haar naam. Vitens bestaat 10 jaar en viert dit door het weggeven van 100 kraanwatertappunten. Om zo'n tappunt te winnen werden mensen opgeroepen een selfie met kraanwater te nemen, gemaakt op een festival, in een café of restaurant, en die in te sturen. Veel Nederlanders blijken nog schroom te hebben om buitenshuis om kraanwater te vragen. Met deze actie hoopt Vitens daarin verandering te brengen en daarmee ook het kraanwateraanbod door horeca en festivals op een positieve manier te stimuleren. Als iedereen om kraanwater durft te vragen, wordt het vanzelf normaal. Het wordt gewonnen uit lokale bronnen en is duurzaam, lekker en gezond. De actie is onderdeel van de meerjarige Kraanwater Graag campagne. Het grootste deel van de werkzaamheden aan de Westdijk is uitgevoerd. Vrijwel alle grond is aangebracht en het zettingsproces doet zijn werk. De innenritten van de percelen zijn gerealiseerd, zodat de eigenaren weer bij hun land kunnen komen. De tijdelijke brug bij het gemaal is verwijderd. De steiger voor de zeeverkennis is gesloopt, maar wordt in het najaar weer nieuw teruggebouwd. Zo is nog een aantal dingen te noemen, maar wij vroegen ons af, wat is het effect van de dijkwerkzaamheden op de inwoners van Eemdijk die daarmee te maken krijgen? Tijmen ging op stap om erachter te komen. Pontbaas Evert, we zijn hier natuurlijk op de bekende pont van Eemdijk. Maar Evert, ook om opnames te maken van de impact die hele dijkverbetering hier voor privépersonen heeft, hè? Ja, dat zal heus wel impact hebben, maar ik denk dat het voor een heleboel mensen wel een beetje opknapt natuurlijk ook. De mensen hebben veel mooier uitzicht gekregen, vind ik zelf. Er zijn wat bomen weggehaald, dus de mensen kunnen weer van eraf kijken. En daar willen ze denk ik wel op Eemdijk wonen. Ja, van eraf kijken, maar aan de andere kant wordt waarschijnlijk die dijk ook wat hoger. Dus sommigen kunnen misschien niet meer de Eem zien. Nou, ik denk dat het wel meevalt. Ik denk, er komt er 20 centimeter op en dan moet het inslinken, denk ik. Dan blijft er een 8 centimeter over. De meesten hebben daar echt geen last van, hoor. En kijk, die dijk wordt weer ouderwets zoals die vroeger was. Hè? Vroeger liepen wij met de paard liepen we over die dijk. Waren we het hooi aan het lossen. En dan liepen we met de paard liepen we over die dijk heen. Dus ik vind het wel weer. Het heeft wel weer wat, vind ik zelf. Thank you.
Alex van Twillert, een van de direct betrokkenen bij de dijkverbetering. Er loopt nu een enorm pad dwars door jouw tuin heen. Alex, wat voor impact geeft dit allemaal, die dijkverbetering? Ja, we zagen het aankomen, hè. Op een gegeven moment ben ze er al een jaar of twee of drie mee bezig geweest. Dus we zagen het komen. En nou, dan kun je erop tegenwezen of niet. Maar op een gegeven moment dan moet je eigen neerleggen. Bij de hoge raad. Hè? Zo hoort dat. Hè? En je kunt er wel op tegengaan, maar dat helpt je dus niks. Want als ze dat eenmaal bespreken, dan moet het toch gaan. Ik heb toen gezegd, jongens, weet je wat we doen? Als jullie bang worden binnen voor water, dat één keer in de 1250 jaar komt, weet je wat we dan doen? Dan leg je zandzakken, dat ging op het Zuidereind neer. En de zonvloed is vroeger ook niet in één dag gekomen. Dus dat zie je aankomen, het water. Dan gaan we allemaal met een aanhangwagentje naar het Zuidereind. Dan gaan we zandzakken halen. En die liggen vijfje op de dijk. Dan wordt die dijk 14 centimeter hoger, geloof ik, als dat die was. Nou, twee zandzakken op elkaar, dan heb je 25 centimeter. Dan ben je nog hoger. Ik zei, al het geld wat je daarvoor besparen, zet je op mijn rekening. Dus dan komen we er allebei goed uit. Maar dat willen ze niet doen. Ze willen miljoenen daar instappen. Nou, en toen voor een drie weken terug, toen komen ze bij me en zeiden ze, nou, het gaat gebeuren. Ik zei, oké, dus de ziektes maar eens aankomen. Ik zei tegen mevrouw, de heidenen zijn gekomen. Dus je houdt het niet meer tegen. Maar ik moet zeggen, ze zeggen, ja, we maken alles weer netjes in orde. Ik had een idee, tijmen zoals het vroeger was, zo wordt het nooit meer. Want het liep helemaal glooiend af. Ja? En toen had ik een dik. Ik heb wel zo'n graasmachine, zo'n trekkertje. Maar ik hoop dat de motor sterk genoeg is, want dan moet ik hem drukken. Hè? Ik zie met jouw ideeën toch een nieuwe dijkgraaf hier voor me zitten. Ja, nou, dat geloof ik niet, hoor. Ik ben 70 jaar en ik vind het allemaal prima zo. Maar ik hoop natuurlijk nog wel dat ik hier mag genieten. Mocht dat niet zo wezen, dan hoop ik dat mijn zoon hier gaat wonen. Dus wat de toekomst brengen mogen, dat weet je, hè. Ons geleid is zeer in hand. Alex, nu kijkend naar dwars door die tuin. Je zegt net zelf al, er zijn toch beloftes dat het allemaal weer in de oude staat of in orde zal komen. Zijn daar goede afspraken over gemaakt? Ja, ze hebben alles op papier gezet, hoe of het was. En ze zeggen, ja, goed, alles komt in. Ik zeg, nou, waarom doe je niet bijvoorbeeld, als de boel klaar is, overal graszooien in? Ik zeg, toen ik hier kwam wonen, toen had ik kippen en ik had een verzandterrein hier staan. Ik zei, dat duurt veel te lang wanneer de gras de deur is. Weet je wat ik gedaan heb? Ik heb allemaal graszooien laten liggen. Dan ben je er in iets van een dag vanaf. Dan kun je er rustig overheen lopen. Het aanzicht is veel mooier. Maar ze zijn er allemaal verleerd, zeggen ze. Dan zeggen ze, die wortels van die graszooi, die gaat niet goed vastzitten in de dijk. Nou, dat is belachelijk. Want dat is met 14 dagen zit hij gewoon net zo vast aan de muur. Maar ja, dat zal wel weer dan een beetje te duur worden, hè. Want hebben ze nu bijvoorbeeld foto's van de oude situatie gemaakt? Dan zei je, oké, zo zal het ook weer hersteld worden? Dat heb ik zelf ook gedaan, hè. Ik heb de fotootjes klaar. Dan zeg ik, zo was het. Je kreeg het nooit meer zo goed als vroeger, dat geloof ik nooit, hoor. Want het zal wel meer niet zo mooi weer aflopen, maar dat zullen we ons wel een beetje proberen, dat het wel zo is. Aan de andere kant zie ik nu wel, bijvoorbeeld voor je huis, het stuk hoogte, het stuk plateau, zeg maar, dat is natuurlijk wel een stuk verbreed. Ja, dit is, het wordt breder. Dus hun zeggen allemaal, het waterschap zegt allemaal, het wordt mooier. Ja? Maar ja, ik weet het niet, maar dat moeten we even afkijken of het mooier wordt. Maar het wordt, de dijk die wordt dus breder en het wordt mooier. Ik zei nog, aan mijn tuinhuis maar laten staan, want daar ben ik gek op. Dus dat hebben ze dus beloofd dat ze dat niet nodig hadden. Dus voor de rest moeten we het gewoon aanwachten wat af te lossen is.
De opening van het culturele seizoen staat alweer voor de deur. Op donderdagavond 15 september is de aftrap met het cultureel café, dat dit keer plaatsvindt in het gebouw van de watersportvereniging op de Zuiderzeeboulevard. Achter de schermen wordt inmiddels druk gewerkt om hier weer een inspirerende avond van te maken, met tal van kunstenaars die een inkijkje geven in hun drijfveren. Zeker is nu al dat er weer veel te genieten valt. Er is veel lokaal talent dat steeds beter de weg naar het grote publiek weet te vinden. Hierin speelt de ook dit jaar weer georganiseerde kunstroute een belangrijke rol. Die brengt kunst immers dicht bij de mensen. Op vrijdag 16 en zaterdag 17 september kan iedereen een bezoekje brengen aan de vele opengestelde ateliers en openbare ruimte om kennis te maken en zich te verwonderen over wat al die creativiteit tot stand heeft gebracht. Het cultureel café begint om 8 uur en iedereen is van harte welkom. Laat uw zintuigen prikkelen en dompel u onder in het vele fascinerende dat onze kunstenaars te bieden hebben. In de uitzending van volgende week zaterdag meer aandacht voor dit festijn. Hoe zit het eigenlijk met de aanleg van de waterkering? Tijmen ging naar wethouder Willem Heijnen om over de stand van zaken te spreken. Wethouder Willem Heijnen, we staan hier bij het VVV-kantoor en hier langs ons de oude haven, de mooie kom. En nu nog vol met hele mooie bottes. Ons boegbeeld, zullen we maar zeggen, van Spakenburg. Maar straks na visserijdag, dan ontstaat hier een hele andere situatie. Dat is correct. Na de visserijdag dan wordt er een begin gemaakt met de werkzaamheden van onze flexibele waterkering. En dat betekent dat volgende week dat heel voorzichtig de botters hier uit de kom weggaan en dat de werkzaamheden aan zullen vangen. Werkzaamheden voor de flexibele waterkering. Ruim 300 meter, 330 meter ongeveer, begreep ik. De langste flexibele waterkering ter wereld. Ja, dat is ook heel uniek, en vooral voor Bunschoten. Maar ook voor het bedrijf wat het ontworpen heeft. Er zijn wel enkele voorbeelden waarin een flexibele waterkering van 6 meter is. Maar 330 meter is natuurlijk een hele unieke situatie. En dat gaat plaatsvinden in Bunschoten. Dus Bunschoten kan mooi op de kaart gezet worden. Altijd goed, maar dan moet er vaak eerst natuurlijk nog heel veel werk verzet worden. Wat gaat er gebeuren? Er wordt zeer veel werk verzet, denk ik. Kijk, na de visserijdag dan wordt er een begin gemaakt. Dat betekent dat waar wij hier staan ongeveer de eerste hekken zullen verschijnen. En achter die hekken zullen de werkzaamheden plaatsvinden. En dat begint vanaf week 36. En zo heel gevoeglijk aan worden de werkzaamheden wat verder uitgebreid. Na enige tijd worden de hekken ook wat verder verplaatst, zodat de werkzaamheden weer iets breder ingezet kunnen worden. Maar steeds is voor ons van belang natuurlijk dat we zo min mogelijk overlast bezorgen voor onze bedrijven, voor onze winkels en voor het verkeer. We staan hier toch wel op een bijzondere locatie. Niet alleen het VVV-kantoor, maar hier ligt op dit moment de Grote Beer. Maar er is ook een kraanplaats, hè, waar vaak uitgetakeld wordt. Gaan hier nog speciale zaken gebeuren? Ja, voor de werf, zoals waar wij nu hier staan. Kijk, omdat hier nogal wel eens een kraan staat en dat er wel eens een schip ingehesen of uitgehesen moet worden. Of nee, ingeplaatst en uitgehesen moet worden. Heeft dit enige versteviging nodig, want anders dan is die druk te groot vanaf de kade naar het water toe. Vandaar dat men hier bedacht heeft dat men een betonnen plaat, of niet alleen een betonnen plaat, maar een fundering maakt met een betonnen plaat, zodat die de druk weer volledig aan kan. Midden op het spui, dan zien we hier wat traptreden. Ja, daar moet ook iets mee gebeuren. Dat is correct. We zien hier op het spui dat het spui is vernieuwd geweest. Nou, nu blijkt dat bij de waterkering die we aangeleggen, dat we de waterkering die komt ongeveer hier te liggen langs de paaltjes. Maar vervolgens is het zo, dan sluit dit niet helemaal aan op de trappen. Dus de bedoeling is dat die trappen zowel aan de linker als aan de rechterzijde wat verbreed gaan worden, zodat het precies aansluit op de waterkering, zodat het weer één geheel gaat worden. Wat gaan we zien van de waterkering? Wat wij ervan gaan zien, dat is alleen een bruinachtige strook van ongeveer 20, 25 centimeter die helemaal gelijk met de straat ligt.
En als we daar goed in kijken, dan zien we dat daarin komt te staan het Spakenburgse volkslied. Dus als we nog eens oefenen willen met elkaar, dan lopen we dat helemaal langs. En als we dan bij Jan van Teetje binnen, zoals dat vroeger weten, dan kunnen we het Spakenburgse volkslied weer uit ons hoofd. De einddatum die is ergens achter in december, dacht ik. Hè? Ja, de bedoeling is dat men volgende week begint. Dat de hekken geplaatst gaan worden hier zo dicht mogelijk bij de havenkade. Zodat men vanaf het water met aan de kade kan gaan werken. Naarmate de werkzaamheden verder op de wal gaan plaatsvinden, worden de hekken verplaatst tot halverwege de weg. En naarmate de werkzaamheden dan nog verder worden de hekken geplaatst in de molgoot. Zodat we zo min mogelijk overlast krijgen voor de bedrijven, voor de burgers en voor het verkeer. Een klein praktisch probleem. Ergens in december, net een stukje daarvoor uiteraard, dan komt de Goedheiligman altijd nog hier binnen. Ja, en dat willen we graag zo houden. Hè? Sint-Nicolaas, dat is natuurlijk een feest voor de kinderen. Dus dat willen we ook graag zo houden. En we hadden gedacht om daar een plaats voor te creëren, zodat hij toch hier in alle vrijmoedigheid kan binnenkomen. Dus dat wordt blijkbaar gewoon toch op dezelfde plek? Op dezelfde plek zal niet gaan, want daar was hij meestal aan de overkant. Dus we zoeken iets, ik denk misschien aan deze kant waar wij nu staan, dat iets verder als Jan van Teetje is, dat hij daar zo'n beetje aan kan komen. Overal is aan gedacht, hè? Ja, tenminste, we proberen overal aan te denken. Het zal ons niet altijd lukken, want we zijn ook mensen die fouten kunnen maken. Kruising Wijkamp-Kerkemaat. Ja, wat gaat hier gebeuren? Hier op het eind van deze nieuwe haven, hier wordt een muur gemetseld. En die muur die dient dan gelijk als waterkering. Dus hier komt een hele mooie, ik zou bijna zeggen, een hele mooie afhechting van de haven. Er komen ook leuke trapjes in. Dat gebouw dat blijft hier zo'n beetje intact. Dus hier komt een schitterende afwerking. En dan dit sluit weer precies aan. De Kerkemaat sluit hier weer precies op aan. Dus de waterkering die hier straks in de Kerkemaat komt, die sluit weer aan op die muur? Die sluit precies aan op die muur, zodat alles weer één geheel is. Hoe hoog wordt die muur ongeveer? Nou, hoe hoog wordt die muur? Ik denk 1,60 ongeveer. Maar hang me niet aan een paar centimeter op. Maar ik denk van ongeveer aan jouw schouders toe. We blijven Wilhelmina wel zien, hoop ik. Ja, die blijven we zien. Dus, en dat houden we ook in ere. Op de Kerkemaat krijgen we nog hele bijzondere maatregelen. Dus naast dat we hier ook een beweegbare waterkering krijgen, krijgen we hier vanwege de lage kant van deze kade, krijgen we hier eerst dat de muurtje gemetseld moet worden van ongeveer 60 centimeter. Dus we krijgen hier eerst een muurtje van 60 centimeter. En dan in dat muurtje van 60 centimeter, daar wordt weer de waterkering in geïntegreerd. Dat betekent dat het toch weer ietsje smaller wordt op de Kerkemaat. Het is hier eigenlijk altijd wel behoorlijk druk, hè, met verkeer. Ja, dat klopt. Het wordt iets smaller. Kijk, verkeersmaatregelen die worden na die tijd genomen. Maar we denken dat we verkeerstechnisch en het parkeren er wel uitkomen met elkaar. Deze werkzaamheden hier rond de Kerkemaat enzovoort, wanneer gaan die beginnen? Die zullen waarschijnlijk iets later gaan beginnen. En dan denken we ongeveer oktober, half oktober ongeveer. Nou, dan zien we dat hier eerst een hek geplaatst gaat worden. Zo dicht mogelijk tot de kade dat ze vanaf het water kunnen werken. Dan zien we vervolgens dat het hek wat verder gaat. Zodat ook de Kerkemaat min of meer afgesloten zal gaan worden. Dat heeft consequenties. Ik denk bijvoorbeeld aan de ingang van de parkeergarage. Dat klopt. Kijk, we zien nu de ingang van de parkeergarage. Die weegt, zoals dat dan heet. De mensen komen er nu uit richting hier de Kerkemaat. De bedoeling is dat we die uitgang gaan draaien. En dat we de verkeersafwikkeling gaan maken door het nieuwe plan heen. Zodat ze aan de, zeg maar, naast de oude zuurderie van Dirk van Willem, dat ze daar weer uit kunnen wegen. Zodat er geen verkeer gehinder is op de Kerkemaat. Op donderdag 15 september spreken Ricky Freulich uit Israël en Afshin Elian in het Israël Centrum in Nijkerk. Als hoofd van het medisch team van hulpverleningsorganisatie Allee is Freulich gespecialiseerd in de zorg voor meervoudige gehandicapte kinderen. Hoe gaat men in Israël en daarbuiten om met deze allerzwakste in de samenleving? En wat zeggen de Joodse wetten hierover? De geboren Iranier Elian kwam in 1989 als politiek vluchteling naar ons land, waar hij vervolgens afstudeerde in publiek en strafrecht en rechtsfilosofie. Voor het weekblad Elsevier schrijft hij columns over de situatie in Israël, Iran en het Midden-Oosten. De aanvang van de eerste lezing door Freulich is om 5:00 met als thema Zorg voor het kwetsbare leven.
medisch-ethische dilemma's in Israël. De tweede lezing van Elian begint om 19:30 met als thema de toekomst van het Midden-Oosten. De entree is €10 en aanmelden kan via israelcursus.nl. Dit jaar is het 100 jaar geleden dat Spakenburg getroffen werd door de watersnoodramp. Door de hevige storm belanden botters vanuit de haven op de wal en richtten daar enorme schade aan. Om te laten zien hoe dat destijds eruit zag, is in het kader van de Visserijdag een drietal van die 20 ton wegende botters op de wal gezet. Dit was Spakenburg nu, de weekendeditie. Nog te zien tot 11 uur vanavond. Om middernacht gevolgd door Los op zondag, dat overdag ook nog een vijftal keer wordt uitgezonden. Maandag uit ons archief een uitzending van het historisch plekje, met daarin de Hoekstraat. Dinsdag het vrije item en woensdag zijn wij terug met Spakenburg nu. Geniet nog van het weekend en de Visserijdag. Dag!